Het geweest? Bij de viswinkel. En wat hebben we daar gekocht? Een octopus. Want jij wilde dat, hè? Dus hier ligt die. Nou moeten we dus een octopus gaan maken. Mama heeft het nog nooit gedaan. Het is een groot beest, kijk maar. Hij is nog helemaal in zijn geheel. Dan mag papa het filmpje pas zien nadat we gegeten hebben, want anders lust hij het weer niet. En dit is zijn ene oog. En hier is zijn andere oog. En dit is dan zijn bek, denk ik. Ja. En daar zitten dan zijn tentakels. Nou ja, en ik heb geen flauw idee hoe dat verder moet. En dit is dan de onderkant met zuignappen. En Thijs die gaat die octopus in stukken snijden. En dan gaan we hem in de pan doen. Met uien. En met knoflook. En met tomaten. En zwarte olijven. En nog wat basilicum. Nou, Thijs stroopt zijn mouw op. En die gaat het beeste lijf. Nou, nu gewoon in stukken snijden. En dan mag het in de pan. Ik moet eerst de bovenkant. Eerst de bovenkant. Moet ik hem even voor je omdraaien? Zo. Zo? Ja, eerst moet ik zijn pootjes snijden. Ja, ik denk eerst dat je inderdaad zijn pootjes in stukjes moet doen. Misschien moet je dan gewoon zo zijn poot neerleggen en dan kan je zo met je mes zo stukjes eraf snijden. Auw! Auw, zegt de octopus! Auw, auw! Thijs, doe dat dan niet! Je snijdt in mijn been! Auw! En wat heb je net gegeten? Oh, mijn neus! Nog een keer zeggen, mijn teentje! Misschien kan je zijn teen haast beter knippen, joh. Te denken. Dat kan een schaartje voor je pakken. Ja. Dan kun je door de octopus knippen. Ja, dokter Thijs, gaat het goed met de operatie van de octopus? Ja. Ja, u heeft er al een paar benen afgeknipt. Die hebben we in de pan gedaan. En u knipt nu nog lustig verder. Ja, heel goed. Kijk. Ja. Kijk, dit ga ik helemaal knippen. Want dit was een mooie poptopbus. Oh ja, oké. Dan gaan we die dan vanavond lekker opeten. Ja. Ja, hè? Nou, het gaat heel goed, zie ik wel, dokter. U bent het goed aan het opereren, hè? Kijk, deze leggen we dan even heel goed neer. Ja. Dat deze touwtjes hier, dat de lange touwtjes hierin moeten. Zie je dat? Geoperatied door de wist. Zie je dat? Ja. En dan door de ren. Oké, nou knip nog maar wat stukken eraf, dan kunnen die weer in de pan erbij. Want nu zijn de uien nog een beetje eenzaam zo te zien. Hè? Maar het gaat wel lekker. Het gaat wel goed, vindt u. U heeft ook wel zin om de octopus vanavond lekker op te gaan eten. Ja, dit gaat lekker, hè? Heerlijk, zo. Zo, ja, dat is wel een hele lange poot. Zo op het keukenkastje gaat Daddy, alles stinkt straks naar vis. Hè? U kunt het misschien beter een beetje proberen om het op de operatietafel, hè, dit vierkantje, te bewaren. Ja, knipt u maar weer. Opereert u maar verder. Want dat zijn de mensen natuurlijk vooral benieuwd naar hoe de operatie dan gaat, hè? Ja, dat moeten de mensen ook een keer doen, hè? Ja. Want raden wij het de mensen aan om een hele octopus te kopen bij de viswinkel? Ja. Of zeggen wij, nou, dat kunt u beter maar niet meer doen. Dat is leuk om een keer, maar nou, vanavond weten we het pas echt zeker. En dan gaan we hem opeten. Ja, want anders heb je geen... Octopus, kijk, doe je even zo. Knip je dit? Kijk. Ja. Met een operatie. Ja, dat is echt ergens in zijn hoofd of zo, denk ik. Ja. Deze operatie, nou. Het gaat wel goed. Nou, ik ga even verder met de knoflook voor bij de octopus, ja? Ja.